Goedemiddag, allemaal. Van harte welkom bij het Historisch Café van Oud-Utrecht. Wat fijn en dapper dat u door deze sneeuwstorm hier naartoe bent gekomen. En uh, ook voor de kijkers thuis uh, ook van harte welkom. Het is nog twee dagen en dan bestaat Oud-Utrecht 100 jaar. Dus wij kunnen deze maand natuurlijk niet anders dan het thema 100 jaar Oud-Utrecht bij het Historisch Café uh, te doen. Maar we hebben ook, omdat het dan zo'n feestmaand is, ook nog een aantal andere dingen. De tentoonstelling over 100 jaar oud Utrecht, die loopt op dit moment in het stadhuis. En daar kunt u gratis uh, uh, naar kijken overdag. En we hebben ook een aantal extra activiteiten. Er is namelijk volgende week vrijdag om uh, 5 uur, is er ook een, of half vijf, is er een boekpresentatie, de, uh, Post uit Utrecht, geschreven door Bettina van Santen en Fred Vogelzang. En dat is een boekje met prentbriefkaarten van de stad Utrecht uit de collectie Lisman. Dat wordt die middag gepresenteerd. En de week erop is er nog een boekpresentatie. Die is ook op vrijdag 24 maart om half vijf. En dat is het boek Een dom en de stad rondom: Acht wandelingen door historisch Utrecht. Die introductie wordt, uh, wordt gegeven door kunsthistoricus Hans Ebbink. En het boekje dat is een stadswandelgids met acht stadsroutes en tekst door Jan Engelman uit de Tweede Wereldoorlog met foto's van Nico Jessen. En dat boekje wordt, uh, is een samenwerking van Oud Utrecht en Salon Safir. Voor beide boekpresentaties kunt u naar de website om een uh, kaartje te reserveren en dan kunt u daar ook uh, naartoe. We hebben zelf ook nog deze maand een lezing. En uh, in het Bartholomewse gasthuis natuurlijk. En dat is op woensdagavond 29 maart verdwenen groen. En dat gaat dus over uh, 19e-eeuwse tuinen en parken in Utrecht. En die wordt gegeven door Michiel Plomp. Dat is al heel wat. En uh, dat hele programma van april, dat doen we wel even na afloop. Anders ben ik veel te lang aan het woord. Want ik ga voor nu de sprekers van vanmiddag uh, aankondigen omdat Oud-Utrecht 100 jaar bestaat en heel veel heeft gedaan op allerlei gebieden. Met, met name natuurlijk kennis hef, uh, uh, overdragen over de stad, geschiedenis en de provincie. Maar een van de dingen is ook monumentenzorg. En dit historisch café bestaat uit twee delen. Het tweede deel straks wordt gegeven door Bas van de Grient. En hij is een, echt een expert op het gebied van duurzaamheid in een gebouwde omgeving. Dat vond ik het makkelijkste stukje van de omschrijving. <laughs> en verder ga je dat ook helemaal zelf toelichten, Bas, heb ik begrepen. Dus daar laat ik het ook even bij, als een soort cliffhanger. Maar Bas gaat vooruitkijken. Want bij eh, monumentenzorg, dat is ook de komende 100 jaar heel hard nodig. En Bas heeft daar ideeën over wat daarmee moet gebeuren. Maar Oud-Utrecht zou Oud-Utrecht niet zijn door ook terug te blikken op wat er de afgelopen honderd jaar met monumentenzorg is gebeurd. En ja, dan kunnen we niet anders dan eigenlijk uh, de jarigen zelf uit te nodigen. Maar de hele vereniging uitnodigen kan niet, dus dat doen we dan met de voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Geef een warm applaus voor Dick de Jong. Uh, Dank je wel, uh, Joost. <laughs> Dank voor deze introductie. Uh, ik hoop dat ik uh, net zo mooi uh, zo wel bespraakt, uh, deze, dit historisch café kan vullen, totdat Bas het overneemt. En ik wilde dat uh, als volgt doen. Uh, en, ja, we hebben bijna dus met 100-jarig bestaan van onze vereniging. En, uh, wat we eruit gelicht hebben, is monumentenzorg. En ik wilde met name aan de hand van beeld laten zien wat hebben we zo al gedaan. En het zal niet compleet zijn, dat kan ook helemaal niet over honderd jaar. Er hebben zoveel mensen aan gewerkt aan, uh, aan onze monumenten. En het heeft ook een lange voorgeschiedenis. Nou, laten we meteen maar met die voorgeschiedenis beginnen. Dus even kijken of dat werkt. Uh, ja, hier hebben we de Oude Gracht, die komen we straks weer terug. Maar dit is ook de voorgeschiedenis. En dan echt nog voor de komst van uh, de Vereniging Oud-Utrecht. En het is uh, Victor de Stuurs. Die we hier zien met die, met die mooie hoed op. Die zit hier naast uh, de architect Kuipers. En uh, die, die meneer De Stuurs die schreef een, uh, een, een, ja, een, een, uh, een schotschrift, zou je haast kunnen zeggen. Uh, en uh, dat heette Holland op zijn smalst in 1875. En het was eigenlijk de aanleiding om beter te gaan kijken naar, uh, naar monumenten. Hij had uh, in dat geschrift ook geschreven over Utrecht. En Utrecht was eigenlijk het voorbeeld. was voor mij wel uh, eigenlijk toch nog een eye-opener. Dat hij schreef: Ja, het is zonde hoe Utrecht met zijn monumenten omgaat. En hij gaf als voorbeeld dat Zogger uh, de plantsoenen ging aanleggen op de voormalige stadswallen. Kortom, de stadswallen werden gesloopt, inclusief de, de torens die er nog stonden. En dat was toch wel het allermooiste, de Katerijnenpoort. Dat was de mooiste poort die Utrecht had en ooit heeft gehad misschien. Um, ja, dat was zijn voorbeeld. En uh, hij heeft er ook bij aangegeven, bij die uh, Katerijnenpoort die wegging... ...er kwam een brug voor terug met vier lantaanpalen. That's it. Dus de stad ging weliswaar open, maar er waren een heleboel monumentale uh, eenheden waren verdwenen. Nou, uh, en zo ging het verder. Uh, ik kijk eventjes naar die kant. Kijk, dit is, uh, hier zien we de Katerijnenpoort nog eventjes uh, in volle glorie... En uh, daaromheen de Stadsbuitengracht. We weten de plek wel, omdat hier uh, bij deze buurt, nou ongeveer uh, Hoogkatrijnen, staat. En uh, de Gerrit wijst ook al wat. <laughs> maar uh, het ging verder. Uh, deze uh, meneer de Stuurs die was ook betrokken bij een uh, soort verjaardagscadeau. Een, uh, en de familie op kasteel De Haar. De baron en zijn vrouw. En, uh, en met name architect Kuipers ging aan de slag... om van deze, uh, deze restanten van kasteel De Haar... om weer iets heel moois te maken. Er ging flink veel geld uh, tegenaan. En dit was hun visie op hoe je met monumenten zou kunnen omgaan... hoe je met geschiedenis zou kunnen omgaan. En dan krijg je, zoals we dat tegenwoordig kennen... Uh, kasteel De Haar met alle torentjes... en uh, alle tierenlantijnen die erbij zitten. Het is eigenlijk een impressie van hoe het ooit geweest... ...had kunnen zijn, maar zo was het niet. Dus het is uh, voor een groot gedeelte ook weer bedacht. Nou, dit is allemaal nog voorafgaande aan uh, waar wij naartoe gaan. Hè? En uh, hier, dit hoort ook bij de voorgeschiedenis. Dit is, ik, of weet u wie het is? Ja. Muller, ja, Samuel Muller. Was eerst gemeentearchivaris, later rijksarchivaris. Hij was eigenlijk zeg maar, de voorhoede van wat nu het Utrechts Archief heet... En we kunnen hem hier zien en het is met name heel fraai omdat we in deze zaal zijn met dit grote beeld. Kun je kunt het echt goed zien. Hij zit hier in de archiefkamer van de Domkerk en hij neemt hier de archieven van het Domkapitel door. En heel grappig, als je er ooit nog een keer komt in de Domkerk daarboven, het ziet er eigenlijk nog hetzelfde uit als toen... Uh, dus het is, het is eigenlijk nog steeds herkenbaar. Maar deze Samuel Muller eh, was iemand die eh, wel heel graag eh, alleen werkte en zijn onderzoek deed. En dat wel heel goed vastlegde in allerlei boeken, geschriften. Eh, het aanleggen van nieuwe archieven. Eh, het ontwikkelen van een museum van oude, stedelijke oudheden bovenop de zolder van het stadhuis. En eh, dat deed hij allemaal heel goed. Maar hij, hij achter zichzelf niet in staat om voor een grote publiek op te treden. Dat wil zeggen, zoals ik hier nu sta te praten of Joost of straks. Eh, eh, uh, dat, dat vond hij voor zichzelf niet geschikt. En uh, zo is het ook eigenlijk gebleven totdat hij overleed. En toen kwam er een nieuwe geschiedenis. Maar ja, uh, in welke tijd speelde dat? Uh, de jaren twintig, de Roaring Twenties. En uh, nou ja, hier zien we een hele gezellige uh, scène. En als we even iets verder kijken, dan kunnen we ook zien... Kijk, dit speelt zich af zo rondom de, de Nederlandse jaarbeurs... die uh, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog is uh, opgericht... Om de handel te stimuleren, eh, ondernemers bij elkaar te brengen. Het gaf een stimulans aan Utrecht. En eh, niet alleen voor de handel, maar ook eh, zoals we hier zien, met eh, gezelligheid, dansen. Eh. Dus er gebeurde echt iets. En zeker na de Eerste Wereldoorlog eh, was Utrecht eh, eigenlijk heel actief om allerlei initiatieven naar zich toe te trekken. Wat zeg je? Tot vier uur s ja, tot vier uur nachts. Ja, ook in die tijd. Ja, 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 ja. Ja, nee. <laughs> Nu mag het bijna niet meer. Hè? Ja. We gaan verder. Even kijken. Hier zien we, we hebben een kijkje. Kijk, uh, Ook Catharina staat erboven. Dit is de, ik weet niet hoe de zaal precies heet, maar het was iets met Catharina. En dit is binnen de jaarbus. Dus we hebben een beetje de sfeer te pakken. Ja, en het, het werd nog, nog wilder. Dit is DADA. Uh, een grote manifestatie ooit in het Gebouw voor Kunst en Wetenschappen. 1923, het jaar van oprichting van oud Utrecht. Maar het ging er nog steeds aan vooraf. Het was een soort punk van toen. Heel wild, uh, nieuw, uh, verrassend. Uh, mensen mochten schreeuwen door het toneel heen, uh, er werd muziek gemaakt. Uh, nou ja, Utrecht stond op zijn kop, zo ongeveer. Uh, maar wat er ook gebeurde, wat, wat serieuzere dingen. Dit is het nieuwe Centraal Museum, tenminste toen nieuw, hè? nu meer dan 100 jaar geleden. Uh, de inkpot, hoofdgebouw 3, hè? of het administratiegebouw 3 van de Nederlandse spoorwegen. Nog steeds een icoon, misschien wel uh, naast de domtoren, tweede icoon van Utrecht voor veel mensen. De vliegende schotel, ja, die is er nog niet. En uh, hier, waar we nu binnen zitten, en ik weet niet of u net uh, de buitenkant hebt gezien toen u uh, de, de deur inging. Hè, nieuw kunstwerk. Maar uh, zo is het neergezet. Hè. Dit is de oorsprong. Zo hoort het, ja. Nou ja, zo staat het nog steeds, alleen het is nu getooid met de kunstwerk. Ik heb begrepen dat de commissie Cultureel Erfgoed van Oud Utrecht heeft er een uitspraak over gedaan. Die was er eigenlijk wel mee eens dat de kunst daar toegevoegd werd. En had geen criteria over hoe die kunst eruit zou moeten zien. Uh, kortom, kunst is welkom, alleen we kunnen allemaal wel iets van die kunst vinden. Dat mag natuurlijk. Maar uh, de commissie Cultureel Erfgoed had geen bezwaren tegen een kunstwerk op het uh, hoofdpostkantoor. mits het ook weer weggehaald kan worden en dat het hoofdpostkantoor niet beschadigd wordt. Ik, ik, hoorde, ik zie daar knikken. <laughs> Gaan verder? Ja, dit is, dit is ietsje verder, 1924, maar ook uh, dit is uh, ja, bijna 100 jaar geleden dus: het uh, Rietveld-Schreuderhuis. He, dus het, dit geeft ook aan, illustreert ook, er was een nieuwe tijdopkomst. En die nieuwe tijdopkomst, daar was één iemand in ieder geval heel druk mee bezig. Deze burgemeester, burgemeester Fokkema André. En uh, ik heb hier te, in tekst staat het er wel een beetje bij. Uh, hij was eigenlijk in 1912 pu publiceerde hij al uh, uh, de hedendaagse stedenbouw dat we zeggen, de burgemeester was geïnteresseerd in hoe kun je de stad verder ontwikkelen en niet alleen voor Utrecht. Hij maakte ook excursies, hij maakte foto's, ook in de stad zelf, foto's van hoe het wel moest, hoe het niet moest. Hij was echt bezig met uh, de, de stedelijke ontwikkeling. De JaBus had daar ook een plekje in, daar was hij heel actief mee. Uh, maar uh, en, en dan komt het, uh, er kwam ook een initiatief van deze burgemeester tot oprichting uh, gericht aan 18 ingezetenen verdacht van of uh, uh, ingeschat dat zij belangstelling hadden voor de stedelijke geschiedenis. En zijn initiatief was om tot oprichting van een vereniging te komen. En dit was, let wel, uh, twee maanden na het overlijden van de archivaris Muller, die we net hebben gezien. En uh, we weten dat zijn vrouw, in ieder geval, daar volledig mee had ingestemd. Die is jarenlang ook nog niet lid geweest. Maar ik uh, weet dat Chris dat vast wel weet. Maar iemand die wel steunde, maar dan met, niet als lid, maar die, die steunde met geld toch ook de, de vereniging. Dus die stond er helemaal achter. We gaan snel verder, denk ik, want we hebben veel plaatjes. Nou, hier hebben we nog een beetje een indruk van hoe zo'n uh, college dan vergaderde. Dat ziet er dan wel wat ouderwetser uit. En uh, er waren ook grote plannen. Dit is het plan van uh, Berlage en Holsboer. Het jaargetal staat er ook bij, 1920, rechtsonder. En hier stond de burgemeester met zijn hele college ook achter. Alleen het kon heel moeilijk tot uitvoering komen, omdat Utrecht eigenlijk te klein was om dit plan te realiseren. En bovendien uh, kwam er ook later een moeilijke tijd aan waarin het geld er gewoon eh, domweg niet was. Maar dit was wel inspelend op de alle bewegingen in de stad, nieuwe industrie die er kwam, veel werkgelegenheid en Utrecht wilde vooruit. Wat er tegelijkertijd ook gebeurde, en dat is toch wel mooi, ook nog eh, zeg maar rond de oprichting van oud-Utrecht en daarna, is eh, het herstel ook wel van monumenten. Hier zien we de Domkerk met daarachter precies eh, de Domtoren in de steigers. Ging toen nog met hout, zag er iets anders uit. Ze dus begonnen toen bovenin, gingen later eh, onder verder. En hier zien we nog een andere persoon die ook een belangrijk steentje heeft bijgedragen. Die net iets later bij het bestuur kwam. Graad van Rogge. We kennen allemaal de Graad van Rogge weg. Maar hier zien we de, de mens Graad van Rogge eh, toch een keer heel duidelijk in beeld. En die had een achtergrond als eh, hoofdredacteur van het Utrechtse Dagblad. En, eh, en is later overgestapt en heette, had de eretitel van, eh, werktitel ook, secretaris-generaal van, eh, van de jaarbus. En we kunnen ook zien dat hij eh, veel deed voor oud-Utrecht. Kijk, hier is de grote drukte. Nou, daar, daar was in ieder geval graad voor ogen gedrukt mee bezig. Hij was ook heel geïnteresseerd in het erfgoed, de geschiedenis van de stad. Hier zien we nog even de, van boven het Jabusgebouw, wat later weer weg zou gaan. En hier zien we links, een beetje hoe dat dan ging, hoe er ook reclame gemaakt werd voor de Jabus. Die affiches die zijn nog steeds wel bekend. Deze is van de hand van uh, Henry Piek, als ik het goed zeg, de broer van Anton. Die kon ook heel goed tekenen, maar die was met name actief in de commerciële ja, affiches, reclame. En daar maakte oud-Utrecht ook gebruik van. Kijk maar, die lijkt erop op de, op de vorige uh, affiches, Zie je het? Het is ook van dezelfde tekenaar. En uh, hier heb je ook een beeld van wat uh, oud-Utrecht zoal te presenteren had. Hè? Uitgebreide verhalen door de architect die betrokken was bij het herstel van de domtoren. Maar ook de Utrechtse geschiedenis in het stadsbeeld. Het was toen al uh, werd alles uit de kast getrokken om mensen te betrekken bij de geschiedenis, het erfgoed en de monumenten. Even terug, ja, dat kan. Ja, 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 ja. ja. Andere tijd. Ja, ja, de mannen waren lid. Ja. Ja, het, het, het is waar, maar het is ook eh, 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 niet helemaal waar. Want er waren wel dames ook lid. Ik zei net al, die mevrouw Muller, maar zeker ook anderen. Eh, een vrouw die hier net niet tussen staat, ik weet niet waarom niet. Maar Katarina van der Graft. die heeft denk ik wel 30 jaar zo ongeveer in het bestuur gezeten. En of dingen voor het bestuur gedaan, was een volkskundige. En die was eh, secretaris ook van Oud Utrecht. En, uh, maar goed, hier, uh, deze twee rijtjes komen uit een oud jaarboek met uh, wie waren die prominente figuren die toen meteen in het begin uh, het voortzeg hadden. Nou, Dan heb je een beetje idee al van de sfeer en uit welke hoek ze ongeveer komen. Uh, Dr. Schuilenburg was van het Utrechtse archief. Uh, Wagenaar was van de gemeente. Herenga was ook van het Utrechtse archief. Graat van Rog hebben net over gehad. Volkman André. Meneer Banier die was uh, uh, leraar aan het uh, Stedelijk Gymnasium. Dat was de eerste voorzitter en die heeft het uh, voortouw getrokken. Oh ja, en meneer Evers, laat ik die niet vergeten. Secretaris, ook heel lang, heel veel, heeft heel veel geschreven, ook over monumenten. Nou, dan hebben we nog één bijzondere figuur, René Rademacher-Schorer. Uh, misschien wel, misschien niet bekend. Staat bekend als mecenas, was directeur van Tiel Utrecht. Iemand met veel talenten en met name als penningmeester. Hij had wel, uh, staat erbij. hij was bestuurder Oud-Utrecht, heel lang penningmeester. En van nog 24 verenigingen. Deze man kon van alles regelen, dat deed hij ook voor Oud-Utrecht. En, uh, en hij hield van moderne kunst en van boeken. Moderne kunst rechtsonder. Uh, zijn interieur was, he, was museumwaardig en wordt nog steeds in musea getoond, omdat het ontworpen was door Siebold van Ravenstein, ook een lid van Oud-Utrecht. Nou gaan we verder. Kijk, dit is ongeveer de stijl waarin Oud-Utrecht uh, dingen vroeg aan de gemeente: een, uh, een keurige, gedegen brief. En in dit geval ging het eigenlijk om het voorstel in, gedaan in 1924. Om een monumentenverordening uh, te maken. Er waren twee steden die hadden dat al Utrecht nog niet. En het idee was dat aan de hand hiervan een betere bescherming zou zijn voor de echte monumenten van Utrecht. Er bestond nog geen lijst voor, die moest gemaakt worden. En uh, men ging in ieder geval daarmee aan de slag. En er staan hier een aantal voorbeelden in de tekst genoemd, maar de, ik laat wat meer beeld zien. Deze foto uh, is ook aardig. Dit is in uh, Renen. Dit is een uh, excursie van Oud Utrecht. Ik hoorde net de vraag stellen: doet Oud Utrecht wel eens excursies? Ja, dat was eigenlijk uh, core business uh, vroeger. En dat was om uh, ter plekke te gaan kijken van wat er uh, uh, aan geschiedenis is te vinden en aan monumenten. U ziet hier de bolhoedjes, de dameshoedjes. En, uh, eigenlijk, zeg maar, ja, hoe zullen we zeggen. De, het was voor well well, uh, de well-to-do wel eigenlijk de oud-Utrecht. Voor de mensen die gestudeerd hadden, die functies hadden in de stad. En zo langzamerhand en door de jaren heen is dat uh, gelukkig heel erg uh, verbreed. Hier en dan een voorbeeld van wat troffen we in de stad aan. De Geertekerk in dit geval. En de Geertekerk, dit is uh, 1924 als ik het wel heb. Nou, misschien ziet het er nog wel aardig uit, maar het ging elke keer slechter. En dit is uh, rond 1940. En toen was voor de veiligheid was uh, alles gewoon dicht gemetseld. Het gebouw was er heel slecht aan toe. Werd ook niet meer gebruikt. Uh, de hervormde gemeente wilde het verkopen. Uh, Oud Utrecht heeft daartegen geprotesteerd bij de gemeente. Om te kijken, van, nou, is het niet toch mogelijk om hier iets aan te doen? Het geld was er niet om het op te knappen. Maar nou ja, wilde met alle macht wilde Oud Utrecht hier toch uh, uh, werk van maken. En voorkomen dat het in ieder geval uh, gesloopt zou worden. Want dat was eigenlijk het plan. Deze plek te slopen en daar een nieuw complex uh, neer te zetten. Hier zien we een beetje hoe slecht het was. Je kon door het dak heen kijken. Nou, gaan we nog heel snel verder. Kijk, op een gegeven moment was het hele dak weg. En, uh, dit was wel na de aankoop door de Remonstrantse gemeente. Dus na, na een lange studie en overleg en met betrekking van veel partijen, werd de Remonstrantse gemeente bereid gevonden om dit te kopen en op te knappen met hulp van anderen. Ja, gelukkig uh, werd het toen heel veel beter. Dit is 1956, dus bij de afronding de eerste, van de eerste restauratie. Dat ging heel snel, van 1954 uh, nog open, naar 1956 uh, stond dit er al. En dan kijken we even naar iets anders. De oude gracht, ja, die kennen we allemaal. Uh, eigenlijk is dat wel het monument waar oud utrecht denk ik toch door de jaren heen de meeste tijd in heeft gestoken. En de laatste tijd ja, hebben we het er ook wel over. Maar uh, hier hebben we een interessant beeldje, een beetje een nostalgisch beeld. Het water. Uh, dit is een foto van uh, Ferdinand van der Werf. Die, 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 die maakte zulke mooie sfeerfoto's. Maakte. Hier zien we een oudere foto. En hier zien we eigenlijk het werk nog uh, langs de oude gracht. Want eigenlijk is het natuurlijk een lange haven van twee keer, wat is het? Twee, twee kilometer, bij elkaar vier kilometer kades. Werven. En hier zien we volgens mij, als ik het zelf zie, zelfs nog een oude, hoe noem je dat? Een... Uh, Hè? Ja, precies. En, uh, en die hierachter, uh, zeg maar, voor de vracht uh, nog overdekt is geworden. Ja, en dat, dat kan zo aan het eind van de 19e eeuw. Dus dit was uh, onfit beeld. Gaan we verder kijken. Kijk, uh, er was overal natuurlijk activiteit. Dit is de wijnhandel Vigné Co., vlak onder het uh, stadhuis. Zo zag het er onfit binnen uit. En uh, het, het, ja, het ziet er heel fraai uit natuurlijk, maar de kelders zelf waren er niet zo heel best aan toe. En dat zien we hier bijvoorbeeld. Want met verloop van tijd werd het steeds erger. En ik ga twee dingetjes even voorlezen. Ik hoop dat ik daar de tijd voor heb, en anders gaan we straks al iets overslaan. Want wat vond ik terug? 1913. De directeur van Gemeentewerken die was eigenlijk niet zo blij, 1913, hè? Dat, dat hij af en toe ook een signaal kreeg om iets op te knappen aan de werven. Hij zei: Van ja, er zou zelfs iets eentonigs kunnen ontstaan. wanneer men alle toestanden netjes ging regelen, van de werven mooie straten ging maken. En daarop het opstapelen van materialen zou willen verbieden en alle afsluitingen wegnemen. Dus deze meneer van gemeentewerk was er helemaal niet voor om de, de grachten op te knappen, of de werven op te knappen. En er was nog een ander verhaal, 1919. Uh, de gemeentereiniging wilde op de werven, kijk hier zie je het ook, er, er groeit iets of zo, ik weet niet wat het is. Nou, er ligt iets aan planten, gras. De gemeentereiniging, die, uh, had, had de, de directeur van gemeentewerken, had ook. Uh, uh, nog een keer een bericht gegeven. Hij werd gewaarschuwd dat hij uh, uh, het opschietend gras moest verwijderen, maar de directeur zelf uh, die had de plantsoenmeester opdracht gegeven om meteen de, werven, de schoongemaakte werven opnieuw te bezaaien. Dus kortom, hij vond eigenlijk dat er wel een beetje bij hoorde dat gras op de werven. En dus het had een heel andere blik op de werven dan die wij tegenwoordig hebben. En het kwam ook omdat zij natuurlijk nog meegemaakt hadden, nou dat er gewoon gewerkt werd. Maar uh, ja, intussen ging de toestand van de, de, de muren, de, de kademuren, de werfmuren en de werf zelf, die ging toch achteruit. Dat zien we hier op deze foto's. En uh, ja, op een gegeven moment moest er toch echt iets aan gebeuren. Er waren ook allerlei uh, huisjes, uh, schuurtjes, uh, hokken. Uh, hier zien we de raadskelders. Die waren ook niet zo best aan toe. Dat wil zeggen, ze waren er nog, maar... Eigenlijk niet in gebruik. Er hadden jarenlang kolen ingelegen en aardappelen. En, uh, op een gegeven moment besloot de gemeente, gelukkig, het college van BNW, we gaan iets doen met die raadskelders. Dat gebeurde bij andere steden ook wel. En toen werd het dit. Dus de raadskelders werden mooi opgeknapt. Dat is denk ik ook een soort uh, voorbeeldproject, van zo kan het ook. En het heeft wel navolging gekregen. En hier zien we dan uh, hoe uiteindelijk toch ook de eerste opknapwerkzaamheden plaatsvonden. En dan krijg je zoiets. Dit is ook wel fraai. Hier zien we nog een ander beeld. Hè, al, van, van wat later datum. En uh, Inspecties van de Vereniging Oud Utrecht. Die graag uh, zich liet rondleiden om alle werkzaamheden eens te bezien. En de verhalen te horen over wat je dan tegenkomt. Eigenlijk is het verhaal nog lang niet afgelopen. Hè. Werk aan de werf is nu ook het, uh, het grote project van de gemeente. Het is dus nog lang niet afgelopen. Hier is er nog een beeldje. Ja, de Werfboulevard. Uh, er was een idee op een gegeven moment van: ja, kun je niet met name in het midden van de Oude Gracht, dus zeg maar in de buurt van het stadhuis, uh, daar een, een doorlopende wandelroute maken? Nou, die is ook daadwerkelijk gemaakt. Voor die tijd was dat niet zo, dus je kon sindsdien ook onder de bruggen doorlopen en op de werf blijven lopen. En dit is het beeld van de werkzaamheden daarbij. Nou, en dan krijg je vervolgens dit, wat, wat uh, denk ik, wat is het? 60 jaar daarvoor onmogelijk was, maar dat er een restaurant was op de werf. En intussen zijn we er helemaal aan gewend hè, dat je dat voor recreatie kunt gebruiken. 1940, maak ik even een sprong in de tijd, want dit, dit, was de, dit waren de grachten. Uh, 1940, uh, of 1943 is dit, denk ik zelfs. Dit is Chris Gutt, tekenaar, die maakte tekeningen van de stad. Hij had een opdracht gekregen van het Utrechtse archief om dat te doen. En uh, Utrecht was ontsnapt aan de bombardementen in 1940. En Iedereen was zich wel van bewust, van ja, we moeten oppassen eigenlijk met ons historisch erfgoed hier in de stad. En uh, dit was een van de manieren om de stad vast te leggen. We hoorden net ook al Nico dat was een fotograaf, die had ook een dergelijke opdracht om het leven in de stad vast te leggen, heeft hij ook gedaan. En Oud-Utrecht uh, leverde ook een bijdrage, maar wel uh, die, die met wat vertraging aankwam eigenlijk. In 1933 was er al een plan om een Utrechts Monumentenfonds op te richten. Vanuit de Vereniging Oud-Utrecht voorgesteld aan de gemeente. Er is toen niet op gereageerd, of tenminste het, het, het kon niet het, bleek niet, het bleek niet mogelijk op dat moment. De nood was misschien niet hoog genoeg, of men was bang dat het te veel geld zou gaan kosten om te gaan investeren in de monumenten. In 1943 uh, werd voor behoud van het stadschoon, zoals het hier heet, uh, toch dat monumentenfonds opgericht en werd een uh, toezegging uh, uh, gestand gedaan. Er uh, ging ook een, een bestuurslid weg uit vorm. Uh, om te protesteren dat dit door het, uh, uh, het NSB-bestuur uh, besloten werd, hè, goedgekeurd werd. En, maar Oud-Utrecht heeft toch voor gekozen om het te doen, omdat het goed vond voor de stad en goed voor de monumenten. Hier een voorbeeld van uh, wat het uh, Utrechts Monumentenfonds heeft gedaan. Op aanraden van uh, Oud-Utrecht uh, was dit pand op het hoogte, wat er hier zo slecht uitziet, eigenlijk aangeraden: van ja, moeten we daar niet iets mee doen voordat het echt instort en weg is? Uh, dat is gebeurd. De gemeente heeft aangekocht. Dat was toen de constructie. En het Utrechts Monumentenfonds heeft gemaakt dat het gerestaureerd is. Het Utrechts Monumentenfonds had toen geen eigen eigendom. En zo staat het tegenwoordig bij. Nou, nog wat voorbeeldjes. Dit is de achterkant. Dus, uh, dit heet ook het hoogte, denk ik, het straatje. Ja, hoor ik zeggen. En hier zien we de restauraties uh, in de jaren 70. Nou ja, restauratie sloop en uh, nieuwbouw was het eigenlijk. Maar om deze plek toch weer een, uh, een nieuw karakter te geven, een nieuwe invulling. Dat werd dus het hoogt, hè? theater en uh, het hoogte. En tegenwoordig hebben we daar een slagstaat, filmtheater. Ook weer helemaal uh, naar deze tijd uh, teruggerestaureerd. Stond er niet zo best bij. En nou ja, dit is de laatste uh, grote klus geweest van het Utrechtse Monumentenfonds. En ze doen veel meer natuurlijk. Hier, dan, uh, dit is misschien ook interessant om even te laten zien. Dit is de Korte Nieuwstraat, uh, die toen ook nog de Smalle Nieuwstraat was. Hè? En, uh, dat kunnen we goed zien. En zo hebben, leveren we ook nog bewijs. Hiermee uh, levert dus het ja, hier leef, leef, mee bewijs dat er qua verkeer in Utrecht ook wel echt iets moest gebeuren. Dat had de gemeente ook door. Die maakte daar een plan voor. En, uh, burgemeester de Ranits was de grote voorloper hierin. Dit is een fragment uit de tentoonstelling in het stadhuis... En uh, burgemeester Dranits had uh, uh, in woorden interesse voor de geschiedenis en het historische van Utrecht. Maar hij moest ook uh, vooruitgang boeken met het ontwikkelen van de stad, voor de nieuwe eisen die daarin gesteld werden, voor het verkeer. En uh, wat later ook zou komen, Hoogkaterijnen. Het bestuur van Oud-Utrecht vond er het volgende van. Het karakter van de binnenstad dient bewaard. We hadden een uh, professor in het bestuur zitten, professor Ozinga. Die was specialist op dit gebied en die heeft toen al heel vroeg aangekondigd: van nou, je zou eigenlijk moeten werken met een soort beschermd stadsgezicht voor de binnenstad. En de hand uh, daarvan uh, je, je, je keuzes maken over wat wel of niet mogelijk is als je gaat vernieuwen of restaureren. En uh, hier zien we in. Uh, ik, ik weet niet of ik er hier voor sta voor jullie, hoor, trouwens, maar ik sta de hele tijd daar, maar af en toe zou ik een beetje voor. Hè. Maar, uh, hier, zie, hier zien we links in ieder geval uh, de oprichting van een comité uh, binnenstad en singels. Uh, dus Oudhutte ging niet zelf uh, de boer op om uh, haar ideeën te, te ventileren, maar deed dat samen met kunstliefde. En de woordvoerder was Jan Engelman, die kwam net ook al even aan het woord, of uh, aan, aan bod. En Jan Engelman uh, die zegt hier: de singles dempen, zijn jullie betoeterd? het. Nou, dat is kort samengevat waar hij mee bezig was. Hij deed het overal, niet in Utrecht. Niet alleen in Utrecht, maar ook in Den Haag. Hij schreef stukken in de Telegraaf, in het NRC, in de Utrechtse bladen, overal. En uh, de bedenken van het uh, verkeersplan, waarbij grote doorsneden zouden gemaakt worden door de binnenstad. Professor Voortingen. Ja, die is uiteindelijk afgedropen en zijn plan is vervangen door een ander plan. Plan Kuiper, wat minder rigoureus was. En intussen tussentijd heeft Oud Utrecht samen met UMF uh, zijn best gedaan om zeg maar, de stukken waar uh, doorbraken gepland waren, om die tegen te houden. Onder andere door het strategisch aankopen van uh, oude huizen die er niet best aan toe waren. Nou, de, 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 over dit verhaal daar kun je dus in de tentoonstelling heel veel meer uh, zien. Dan ga je verder. Een van de dingen die Autoritech helaas niet heeft tegen kunnen houden. Sowieso eh, niet de, de, de sloop van de Stationswijk. Maar ook niet van dit monumentale pand. De Utrecht. Ik heb wel eens horen zeggen, in tegenstelling tot wat je vaak in de kranten vindt. Dat iedereen zegt van dit was een pareltje en het is, uh, had nooit vernield mogen worden. Daar ben ik het ook wel mee eens hoor. En denk ik ook veel ook. Uh, maar ook dat het gebouw er eigenlijk heel slecht aan toe was. Uh, maar goed, ooit is de keuze gemaakt om dit weg te halen. Het is ook moeilijk weer te herstellen. Uh, ik kwam rond deze tijd, en toen ging het ook over oud versus nieuw. Uh, ook de aandacht voor wonen in een monument. En uh, dat is wel uh, heel interessant, want uh, ook lange tijd wilden mensen niet in een oud huis wonen, maar juist in een nieuw huis. met alle nieuwe comfort in een buitenwijk, bijvoorbeeld, die uh, ontwikkeld werd. En stadsherstel uh, Utrecht uh, leverde daar ook een bijdrage aan. Ik noemde net al. Het Utrechtse Monumentenfonds, wat eigenlijk een initiatief was van gemeente en Oud-Utrecht om dat te ontwikkelen. In dit geval uh, wist de gemeente ook uh, van dit oprichten van stadsherstel, maar het was een andere vorm. Het ging over een NV met aandelen en dit was een andere manier om geld aan te trekken en om uh, eigenlijk zeg maar de, de, de oude huizen, de monumenten ook geschikt te maken voor uh, bewoning. En dat doet het stadsherstel nog steeds. En. Uh, er staat hier een kleine tekst onder. In de afgelopen honderd jaar is de belangstelling voor monumenten een constante factor. Nou, dat tonen we denk ik hier vanmiddag aan. Maar dat geldt niet voor de omvang van die belangstelling. Dat we zeggen, niet iedereen wilde vroeger in zo'n oud huis of in een monument wonen. Want die waren er vaak heel slecht aan toe. Ook was het moeilijk om daarin te wonen. En dat is een stuk beter geworden. Stadsherstel heeft nu uh, nog steeds ook projecten uh, uh, voor bedrijven. die gewoon een marktprijs betalen, maar de. Woningen, dus de monumenten zijn voor een stuk lagere prijs uh, te bewonen qua huur natuurlijk, en daar zijn ze zelf wel blij mee. Er wordt minder aangekocht, dus ook voor het UMF, omdat de huizenprijzen enorm omhoog zijn gegaan. Dus beide hebben nu ook een rol in zeg maar, het bewaren van wat ze nu hebben. Nou, voorbeeld hiervan, even kijken, dan moet ik eentje verder. Hier de zeven steegjes, uh, die stonden ook ooit op de lijst uh, om gesloopt te worden door de gemeente in dit geval. Uh, wethouder Zwart, die kreeg uh, oud-Utrecht op bezoek. Uh, een van mijn voorgangers, voorzitter Jos Lemaire, stond toen uh, destijds in de krant. Die had een bezoekje afgelegd. En dit, ging, dit is een van de dingen die wel heel makkelijk ging. De gemeente was te overtuigen om de Zevensteegers in stand te houden. En toen heeft vervolgens Stadsherstel deze aangekocht en gerestaureerd. En gelukkig. Ze worden nu ook uh, nou, zien een stuk beter uit dan ze er ooit waren. En uh, ze worden ook nog steeds uh, actief bewoond. En dit is dus een uh, project van uh, Stadsherstel. Nog eentje. Leeuwerbergkerk kennen jullie vast ook allemaal wel. Heeft een aantal verschillende functies gehad. Nog vijf minuten zie ik. Ja, ik ga even doortikken. En Paleis Loven. Paleis Loven is niet eigendom van stadsherstel. Maar die heeft wel, dacht ik, de pacht overgenomen. Dus die heeft risico genomen dat uh, we nu een stukje bij beetje uh, de geschiedenis van Paleis Loven kunnen beleven. In, uh, nou ja, op deze plek, aan de Oude Gracht. Dan even wat doet Oud Utrecht zelf uh, vanuit de Vereniging aan Erfgoed? Uh, hoe, hoe, hoe is dat nou? Uh, we hebben de Commissie Cultureel Erfgoed en die doet allerlei dingen, maar die waakt over ons erfgoed, hè, over onze monumenten. Uh, doet het ook door dingen te schrijven en te onderzoeken. En ik wilde eigenlijk een paar nieuwe manieren uh, laten zien, zoals de laatste jaren zijn gebeurd. Uh, het Huis van Min kennen jullie allemaal? Tuinderswoning, precies. En, uh, en de laatste, hè, tuinders- of de Hovenierswoning van een Hoveniersgebied, ja, vlak achter het station eigenlijk hier vandaan gezien. En uh, het is mooi dat, dat deze overeind is gebleven. Maar het heeft heel veel moeite gekost en jarenlang. Ik weet, Bert zit hier ook, die heeft ook uh, veel mee gedaan. Maar gelukkig, het is er en uh, nu moet het nog een nieuwe bestemming krijgen volgens mij. Maar uh, het blijft in ieder geval bewaard. Het is nu een monument geworden. Deze, uh, het Oude Tivoli. Maar je kunt ook zeggen: het Oude Weeshuis of het Oude Klooster. Het is meest bekend als het Oude Tivoli voor uh, muziek. Het, uh, en aan de hand van een prijsvraag in samenwerking met de gemeente zijn ideeën opgehaald om hier een nieuwe bestemming aan te geven. Het belangrijkste criterium van Oud-Utrecht, en dat is vaak zo geweest de afgelopen jaren, is dat als een monument een nieuwe bestemming krijgt, dat het liefst ook toegankelijk moet zijn voor andere mensen. Dus dat het openbaar toegankelijk is. En dat is geslaagd bij de gedachte invulling, maar goed, die invulling moet nog wel komen. Dus dit, dit gaat niet zo snel als gedacht. Maar we gaan verder. Uh, tussen Zwaansteeg en achterom. Het Stegenboek van Utrecht. Nou, dit is een werk van de hele commissie. Maar geschreven door uh, Bert Poortman, die hier ook is. En uh, dit geeft een mooi overzicht van de hele binnenstad. Wat wa Hoeveel stegen waren het, Bert? 300, 350. 410. Oké, okay, 410 stegen. En het is een, uh, ik kan het, jullie het boek allemaal aanraden. En het is gewoon goed onderzoek. En het levert ook iets op voor de stad. Om goed op te letten hoe die uh, stad in elkaar zit en wat je daarmee kunt. En nog twee voorbeelden hier dan. De, de kerkenvisie. Er is een symposium georganiseerd door Oud-Utrecht over de, ja, eigenlijk de, de dreigende leegstand van kerken, die toen ook al aanwezig was, een aantal jaren geleden. En dat je daar eigenlijk een visie op moet vormen van hoe wil je daarmee omgaan om te voorkomen dat ze gesloopt worden. Want dat is toch al een flink aantal keren gebeurd. En het, tweede, oh nee, het eerste, daar is dus de Utrechtse visie voor religieus erfgoed uit voortgekomen. Heeft navolging gevonden. Eigenlijk in heel Nederland. Alle gemeenten zijn er wel mee bezig met zo'n kerkenvisie. En het tweede, Post65. Een wat cryptische naam. Maar het uh, gaat eigenlijk om uh, jonge, uh, jonge bouw. En uh, wat daar eventueel erfgoedwaardig van is. Hè? Wat zou je eventueel als monument kunnen bestempelen. Voordat die, monument, voordat die uh, gebouwen vernield worden. Dit is een, uh, een uh, studie geweest. Met een voorstel van een groot aantal. Uh, ja, verschillende dingen. Uh, woonhuizen, maar ook een park. Is, is het dit park? Ik weet, kan het niet zo goed zien. Maar verschillende type gebouwen. Uh, om te kijken van, uh, die zijn misschien typerend voor die tijd. Of die zijn bijzonder qua architectuur. Het zou goed zijn om die te bewaren. En in Nederland wordt hier nu al naar gekeken. Omdat uh, de manier waarop het beoordeeld is, uh, leerzaam kan zijn voor anderen. Nou, hier tot slot de, de musketon. Uh, wat is het? Welzijnscentrum uh, we in uh, Lunetten. Hoe noemen jullie dit? Multifunctioneel. Oh, hierop staat uh, Sociaal-Cultureel Centrum. Ja. Nou ja, dat kan van alles in in ieder geval. Het idee was dat dit uh, vernieuwd gaat worden, maar misschien ook helemaal veranderd. En Oud-Utrecht uh, strijdt ervoor nu om dit tot monument te maken. mag wel iets aan veranderd worden als het maar niet helemaal weggaat. Nou, dan komen we bij Bas terecht, was mijn idee. Dankjewel, Dick. Mooi verhaal. Um, dank voor de uitnodiging uit Utrecht om een verhaal te vertellen over uh, monumenten en over duurzaamheid. Ik werd net... Als het goed is, uh, wordt hij bediend om aangezet te worden. Dan hoefde ik niks te doen. Oké. Okay. Zo wel te verstaan? Uh, in tegenstelling tot wat uh, voor mij gebruikelijk is, ga ik niet een verhaal uit de los pols zoals jij het hebt gedaan. Ik heb mijn verhaal geprobeerd op te schrijven. Er was gevraagd een uh, geschreven column voor, of een... Uh, gesproken kolom uh, te houden. Maar misschien is het wel goed om even aan te geven wat mijn relatie met Utrecht is. Ik woon er niet meer, ik woon in Beeldhoven. Nou ja, dat is een buitenwijk van Utrecht zou je kunnen zeggen. Ik ben er in 1984 komen studeren. Uh, altijd op de Singel gewoond. Dat is een enorme luxe als student als je op de Singel komt. En als je notabene op, ja, ik denk nog steeds in een van de mooiste serres van Nederland hebt mogen wonen. Op de hoek Parkstraat, uh, uh, Parkstraat Malisingel, dat is waar ik woonde. Uh, een prachtige plek aan het uh, Lepelenburg. En ik was de tweede generatie uh, van mijn familie die daar ging studeren. En ik ben er heel trots op dat mijn zoon nu als derde generatie in Utrecht uh, is gaan studeren. Mijn vader is echt geboren uh, in het oude Antonius. En het toeval wil dat hij veel te jong ook is overleden in het nieuwe Antonius. Dus op een of andere manier komen wij terug naar de stad. Uh, en nu, dan de monumenten. Ik ga dat gewoon voorlezen met ondertussen beeld erbij. Dus helemaal niet mijn stijl om voor te lezen. Ik ben een hele slechte voorlezer. Hebben mijn kinderen hem op betrapt. Want nou u kent het wel toen ze klein waren. Eh, dat ze dan iets voorlezen wat er niet staat, dan hebben zij het meteen door. Maar in dit geval heeft u de tekst niet. Duurzaamheid. En de stelling: het is bijna een stelling. Maar ik, ik, uh, dat misschien nog even als kick-off. Ik zei het ook altijd tegen mijn collega's van het uh, Restauratiefonds. Ik heb onder andere bij BPD, bij Bouwfonds, gewerkt. Dan zei Hans Jacobs van het Restauratiefonds altijd tegen mij: Bas, ja, monumenten zijn niet zo duurzaam. En dan werd ik heel boos op hem. Was dat nee, BPD? Nee, BPD, Bouwfonds, Property Development. Sorry. En dat onderdeel daarvan was het Restauratiefonds, Nationaal Restauratiefonds. Niets is zo duurzaam als een monument. Berichtgeving over duurzaamheid is niet van de lucht. Je kunt de krant niet openslaan, de radio of tv niet, aan, het radio of tv niet aanzetten of het gaat erover. En ook in de aanloop naar de komende verkiezingen, de vol van volgende week, is duurzaamheid een veelbesproken onderwerp. Of het nou gaat om stikstof, boeren of natuur, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen of neem onze energievoorziening en onze afhankelijkheid van Russisch dan wel Groningsgas. Het gaat allemaal over duurzaamheid. Waarom noem ik dat duurzaamheid? Omdat het in alle gevallen gaat om de vraag of het eigenlijk wel is vol te houden zoals we dat nu doen. Of wat we doen en hoe we doen volhoudbaar is. Volhoudbaar. Eén enkel woord wat voor mij de complete lading dekt van wat voor veel mensen dikwijls een maar vaag begrip is. Een containerbegrip. Wat weinig concreet is en te pas en te onpas wordt gebruikt. Iets waarvan we vaak niet weten wat we ermee bedoelen. Of wat ermee bedoeld wordt. Iets waarmee je in de media wordt do doodgegooid. Namelijk duurzaamheid. Wat u als u het mij vraagt voor vandaag moet onthouden. En dat moeten is dan mijn Brabantse inslag, zal ik maar zeggen. Is dat uh, het een Zuid-Afrikaans begrip is. Het Zuid-Afrikaans voor duurzaamheid is volhoudbaarheid of volhoudbaarheid om precies te zijn. En dat moet je dan mooier uitspreken. Want of het nu uw werk, uw relatie, uw uitgavenpatroon, onze energievoorziening, ons consumentengedrag of is of de manier waarop we omgaan met grondstoffen, natuur en landschap als het op termijn niet is vol te houden, dan is het eenvoudigweg niet duurzaam. En wat dat betreft kunnen we nog veel van ons erfgoed en van onze monumenten leren. Zeker als het gaat om duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Die houden het immers al heel lang vol. Mijn naam is Bas van de Grient. Zoals ik net zei, in het dagelijks leven werk ik als hoofd duurzaamheid en ESG voor JLL. ESG en JLL zijn afkortingen die u vermoedelijk maar weinig zeggen. Over JLL kan ik kort zijn... Dat is, chic gezegd, een van s werelds grootste vastgoedintermediairs, een Fortune 500, waar meer dan 100.000 mensen werken. En daar ben ik Head of Sustainability Service en ESG. En dat laatste ESG, dat is voor dit verhaal veel belangrijker. ESG staat voor Environment, Social and Governance. Wat u daarvan mag onthouden, laat ik het moeten maar even weglaten, is dat duurzaamheid over veel meer gaat dan alleen milieu. Het gaat eveneens over sociale en economische, dus over maatschappelijke aspecten. Naast het milieu. En het gaat over governance. Good governance wel te verstaan. En dat houdt in dat organisaties transparant moeten zijn over hun activiteiten. Over wat daarvan de gevolgen zijn voor hun omgeving. Niet alleen ecologisch, maar ook sociaal. Daarover moeten bedrijven ons in de toekomst, en daar wordt streng op toegezien in de nabijheid, bijvoorbeeld door accountants, eh, ons informeren. Zij moeten, en dat is dus nieuw, verantwoording afleggen over de keuzes die zij maken. Aangeven aan welke maatschappelijke opgaven ze willen bijdragen. En misschien nog belangrijker voortaan mogen ze hun activiteiten, producten en diensten, en daar komt-ie, niet zomaar meer duurzaam of groen noemen. Tenzij ze dat zijn. Anyway, de zorgen voor het milieu van vandaag de dag zijn niet nieuw. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw spoelde er al een paar keer eerder een groene golf over ons land. Daar gaat-ie. De eerste groene golf, en dat zal dit gezelschap zeker herkennen, stamt uit 1972 met het rapport van de Club van Rome en de oliecrisis uit 1973. Het rapport Grenzen aan de Groei waarschuwde ervoor dat de groei van de bevolking en de economie wel eens zouden kunnen stagneren door schaarste aan voedsel en grondstoffen en door milieuverontreiniging. De oliecrisis was het gevolg van de Jomkipoe-oorlog. Ja? Wij werden zwaar gestraft. Wij waren de beste vrienden van Israël. Dat kan ik bewijzen. Wij kregen blind 12 punten op het Songfestival. En we gaven in die tijd ook blind 12 punten aan Israël. He? Dus wij werden hard getroffen. Een oliecrisis was het gevolg dus. En de kunstmatige, volledig kunstmatige schaarste van olie die daar ontstond. noopte ons tot maatregelen. En daarvan waren onder andere de autoloze zondagen het gevolg. Maar ook het zoeken naar alternatieve energiebronnen. Niet alleen aardgas. In vijf jaar tijd, om u een idee te geven, werd het hele aardgasnet uitgerold over Nederland. Daarvoor, zoals Wim Kan zei, verkochten we het aan de Italianen, kochten we het terug voor weer een dubbie meer, volgens mij. Zoiets was het verhaal in 1976. En er werd toen gesproken over kernenergie, maar ook over wind en zon als energiebron. Bovendien werd er een begin gemaakt, kunt u zich bijna niet voorstellen, met de isolatie van woningen. Mijn oude werkgever Bouwfonds overigens speelde daar een grote rol in. De tweede groene golf begint al. In 1980, met de verontreiniging van bodemverontreiniging in Lekkerkerk, een woonwijk gebouwd op chemisch afval. Dit is de voorpagina van mijn proefschrift wat erover ging. En op 28 april 1980 werden er 148 gifvaten. Gaat u hier maar graven, dan kunt u er makkelijk bij een kinderspeelplaats. Nou, U kunt zich voorstellen wat er gebeurde: Camping Benzenidorm, de noodwoningen die later na de aardbeving, allemaal hartstikke actueel, hè? in Italië gingen. Benzeen wat er overigens niet heeft gezeten. Dat was een typfout, want de Grieks muteken zat niet op een typmachine toen dat tijd. En toen is de verontreiniging met benzine die je dus nooit zag, een factor duizend overschat. Het is interessant om te weten: het is voor het amusement en voor de geschiedenis. Anyway, ook de ke het kernenergie-debat is uit die tijd ingegeven door onder andere de ramp met de kerncentrale Tschernobyl. Mei 1986 zeg ik uit mijn hoofd. Belangrijk voor de politisering ja, van het milieuvraagstuk in die jaren was het eh, VN-rapport Our Common Future van de commissie Brundtland, het rapport Zorgen voor Morgen uit 1988 en het eerste nationaal milieubeleidsplan, notabene, in 36 talen vertaald. Uniek waren we in die tijd. Deze rapporten toonden niet alleen de urgentie van het milieuprobleem aan, maar vooral ook de samenhang met sociaal-economische ontwikkeling. De onheilboodschap die ze verkondigden sloeg bij regering, parlement, maar ook bij de maatschappij in als een bom omdat werd aangetoond dat bij ongewijzigd beleid, ongewijzigd beleid, doorschuiven, stikstof om een voorbeeld te noemen, ja, beleid er, uh, uh, dat het zeer grote risico's met zich zou meebrengen voor toekomstige generaties. De derde groene golf is alweer van begin deze eeuw en gaat vooral over klimaatverandering. Als gevolg van verhoogde concentraties van broeikasgassen door menselijk handen en de, uh, en de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas ja, komt CO2 vrij in de atmosfeer en verandert het klimaat. De gevolgen daarvan zijn zachtere winters, warmere zomers en meer extreme regenbuien. En bovendien stijgt de zeespiegel. En wat dat betekent, zeg maar voor de mens en de maatschappij en voor de natuur toont natuurlijk de film An inconvenient truth van de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten El Gore. Hij zette in één klap het milieuvraagstuk op de politieke en maatschappelijke agenda en ofschoon de film niet on onomstreden is, was ze in 2007, kom er maar eens voor, goed voor Notebenen, een Oscar en een Nobelprijs. Het kan verkeren. Wat volgt? In wat je alweer de vierde, en dat is de laatste, dan stop ik ermee. Groene golf mag noemen. Ja, is onder andere het Klimaatakkoord van Parijs van december 2015. Bedoeld om de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd onder de anderhalve graad Celsius te houden. En wat daar nog bij komt, zijn onder meer de toenemende schaarste van grondstoffen, terwijl het tegelijkertijd de vraag ernaar al maar groter wordt, en een wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit. Als u naar Frankrijk bent geweest deze zomer en u ging met de auto en u kwam terug, heeft u niet zoals vroeger waarschijnlijk allerlei vliegjes van de gril, de motorkap en de voorruit hoeven poetsen. Die vliegjes zijn er eenvoudigweg niet. Het is de baas van onze voedselpiramide. Het duurt nog even en dan weten we wat het bovenin die piramide betekent. Een hoogleraar van mij in mijn studententijd zou zeggen: Het is abstract en glimt niet. Kortom, doffe ellende. Hoe het ook zij. Wat is nou de rol, en lief, of liever de verantwoordelijkheid, van de gebouwde omgeving in het algemeen en erfgoed en monumenten in het bijzonder in deze? De gebouwde omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren is goed voor bijna 40% van ons energieverbruik. En daarmee samenhangt een vergelijkbaar aandeel van de CO2-emissies die bijdragen aan de klimaatverandering. Bovendien vindt een derde van de waterconsumptie plaats in de gebouwde omgeving. Hoe het precies zit met het gebruik van grondstoffen weet ook. Het CBS niet, maar één ding weten we zeker. Tegen de achtergrond van een steeds verdergaande verstedelijking. Hè, komen steeds meer mensen in die gebouwde omgeving te wonen. In ieder geval uit de bouw. 50% van ons afval is bouw- en sloopafval. En in een stad als Utrecht, zo is de prognose die in korte tijd van 2015, 335.000 inwoners. Ik weet niet dik in de plaatje van jou, 1920, hoeveel we er toen hadden, maar dat was natuurlijk. Schattig. 149.000. Nou, dat is nog geen Apeldoorn, denk ik. Hè? Dat haal je nog niet eens. Anyway, is dit jaar binnengekomen aan vluchtelingen of asielaanvragen. Nou, in anderhalf jaar tijd dan. En we gaan naar 400.000 in 2030 eh, 2030. Ja. En dat moeten we allemaal hier zien te hosten. Ongeacht de opgave en de groei van de stad, in veel gevangen. Gevallen wordt, en dat is Holland op zijn smalst voor mij: wordt de verduurzaming van de gebouwde omgeving verengd tot de energieopgave waarvoor we staan. Mitigatie heet dat met een mooi woord om klimaatverandering tegen te gaan. Nou, denkt u misschien dat we dat kunnen doen door vooral zonnepanelen op het dak te leggen van gebouwen en windmolens in de wei, maar vergeet het maar. Om dat te illustreren. Om, he, om te illustreren hoe groot de opgave is, neem ik u mee naar de provincie Utrecht. Alles bij elkaar gebruiken we in Utrecht. Het getal zegt u misschien niks behalve dat u 100 kunt onthouden. 100 petajoule per jaar. Met z'n allen in de totale provincie. Dat is een makkelijk getal. Maar als je diezelfde hoeveelheid windmolens zou willen opwekken, of de, diezelfde hoeveelheid energie zou willen opwekken met windmolens, ja, zoals bijvoorbeeld langs de. Uh, langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten staande A27 bij Nieuwegein, dan heb je er 3000 tot 4000 voor nodig. Om u een idee te geven, er staan er al 16 in de provincie. Dat schiet lekker op. Kies je voor zonnevelden omdat je zegt: niet in my backyard, He, kies je voor zonneweides in plaats van windenergie, dan praat je over 30.000 tot 50.000 hectare wat je nodig hebt. Dat is de helft van alle landbouwgrond in de provincie. Wil je in die behoefte voorzien met zonnepanelen op het dak, ja, dan heb je daarvoor 10 miljoen woningen nodig. Voor alleen het energiegebruik in de provincie Utrecht. En Nederland heeft slechts 8 miljoen woningen in het hele land. Wat ik daarmee wil zeggen is, daar gaan we het dus niet meer redden met dat soort alternatieven. Met bestaande bewezen technieken kunnen we hooguit... Een derde tot de helft in onze energiebehoeften voorzien. En dat betekent dat we veel efficiënter met onze energie moeten omgaan. En nog belangrijker, we moeten vooral energie gaan besparen. Dat geldt zeker als het gaat om oude gebouwen, om erfgoed en monumenten. Die hebben echter één belangrijk voordeel: waarmee ze zich onderscheiden van alle andere gebouwen in de stad. Of het nou woningen of kantoren zijn, of dat ze een ander gebruik kennen. Ze hebben één belangrijk voorbeeld. Uh, uh, voordeel. En om dat te illustreren neem ik u mee niet naar Utrecht, maar naar Amsterdam. En maak ik een vergelijking die ik vaak maak om sommige mensen de ogen te doen openen. Ik weet niet of het bij u lukt, maar toch. Als we duurzaamheid duurzaamheidsgemakshalve, Holland op zijn smalst, even verengen tot energie, en dat gebeurt dus vaak, en ik u de vraag zou stellen wat presteert energetisch beter, de Belmer of de Grachtengordel, dan is dat de Belmer. By far. En dat geldt ook als het gaat welke gebouwen hebben de groenste, het groenste energielabel. Dan wint de Belmer. En dat geldt voor nog veel meer zogeheten duurzaamheidskenmerken van de omgeving waarin wij wonen, werken of recreëren. Bijvoorbeeld de nabijheid van groen, omwille van gezondheid en welzijn, mobiliteit, openbaar vervoer, bereikbaarheid, noemt u maar op. En dan is er ook nog één ding waarop de Belmer ook beter scoort dan de grachtengordel. Namelijk de vraag: wie slopen we als eerste? De Belmer. In de beleving en de studie die Dick net presenteerde voor post 65, zou de Belmer zeker een monument worden, neem ik aan. Of één van die flats, er zijn er nog twee over. Maar de vraag is natuurlijk: hoe komt dat? Want wie heeft er nou iets met de Belmer? Dat is tegenwoordig een vraag die je bijna niet meer mag stellen, dus laten we het omdraaien. Veel meer mensen hebben iets met de grachtengordel. En daarom is de Belmer op twee flats na inmiddels afgebroken en staat de grachtengordel er over 300 jaar vermoedelijk nog steeds. En dat is niet een kwestie van vinken, nee, dat is een kwestie van vonken. En dat wordt ook nog wel eens vergeten, zeker in een wereld die zo gedomineerd wordt van duurzaamheid door ingenieurs. Alle ingenieurs ten spijt. Je moet er iets mee hebben om het te willen bewaren voor de toekomst. Om het te willen aanpassen aan veranderende behoeften. Zoals we dat ook van een veel Utrechtse monumenten kennen. En dat is nu precies wat erfgoed en monumenten voor, volgens mij voor hebben op alle andere gebouwen in de stad. Die zijn ons dierbaar. Die hebben voor ons als maatschappij hun waarde al bewezen. Niet alleen functioneel, maar ook emotioneel. En daarom hebben ze een toekomstwaarde. Of zoals Vitruvius, de oude Romeinse bouwmeester, ons al leerde: Firmitas, Utilitas et Venustas, maar dan in een iets andere volgorde. Niemand maakt meer een grafmonument zoals de piramides. Die functie kent het al lang niet meer, maar het is de belevingswaarde die maakt dat het voor ons toekomstwaarde heeft. En dat geldt voor de arena, voor veel meer van dit soort gebouwen. Deze drie heilige eenheid. Uh, biedt vermoedelijk veel meer garanties voor een duurzame toekomst dan allerlei technocratische leesduurzame overwegingen. En bovendien is wat vandaag groen is, morgen al snel vergeeld. En dan is het nog maar de vraag of het dan in onze behoeften kan voorzien, of dat we bereid zijn het aan veranderende behoeften aan te passen. En dat nou is toch echt zo ongeveer de definitie die deze mevrouw, misschien kent u haar, maar de naam staat erbij, Gro Harlem Brundtland, de toenmalige premier van Noorwegen, ons geleerd heeft met het VN-rapport Our Common Future. Wat je daarbij moet bedenken is dat het in veel gevallen niet de eerste keer is dat gebouwen als erfgoed en monumenten een energietransitie ondergaan. Want waar gebouwen thans in de meeste gevallen verwarmd worden met aardgas, waarvan we los moeten komen, ik heb hier mijn cartoonist een protestantse variant links en een katholieke variant rechts laten tekenen. Eh? Uh, liever van god, uh, gas los dan van god los. Uh, maar in ieder geval was dat vroeger uh, huisbrandolie waarop gestookt werd. Of nog eerder waren het kolenkachers of zelfs tegelijkertijd en nog langer geleden een open haard. Waarbij bovendien lang niet alle vertrekken werden verwarmd. En de aanpassingen die we daarvoor bouwkundig en installatietechnisch hebben gedaan, daarover hoor je eigenlijk niemand. Daarmee wil ik niet zeggen dat we als een soort olifant in een porseleinkast, maar een lukraak, moeten gaan verduurzamen ten koste van het unieke karakter van deze gebouwen. Geen zins, dat moeten we koesteren. Maar waar het om gaat, is een goede balans te vinden tussen enerzijds de energieopgave waarvoor we staan en anderzijds de cultuurhistorische en architectonische waarde van deze gebouwen en hun betekenis voor de omgeving. Want zelfs onze koning klaagt erover als hij wil gaan verduurzamen, onder andere omdat hij geen zonnepanelen op zijn paleis mocht leggen, terwijl die notenbenen alles aangesloten op de stadsverwarming. Als stadsverwarming omwille van de verduurzaming een ambassadeur zoekt, kunnen ze hem daar vinden. Hoe duurzaam, kortom, wil je het hebben? Maar zoals gezegd is de focus op energie een veel te enge benadering van duurzaamheid. Dat moet worden verbreed. Het gaat immers ook om het gebruik van grondstoffen en materialen. En daar staat u misschien niet iedere dag bij stil. Maar wereldwijd is er een groeiend tekort aan bouwmaterialen, bijvoorbeeld. Dat is niet alleen vanwege de oorlog in de Oekraïne. Het heeft vooral te maken met de explosieve vraag naar grondstoffen wereldwijd voor bouwmaterialen op wereldschaal. De afgelopen tien jaar, bijvoorbeeld is alleen al in China meer beton gebruikt dan de 100 jaar daarvoor wereldwijd. Laat dat tot u doordringen. De schaarste en stijgende prijzen die daarvan het gevolg zijn, maar vooral de impact op het milieu, wat dat tot gevolg heeft, maakt dat we op dat gebied een transitie moeten doormaken van een lineaire naar een circulaire economie. Van take, make, waste naar een bouw waar het hergebruik, het waardebehoud van materialen centraal staat. En waar het in die end dan mogelijk zou moeten zijn om geen afval meer te hebben. 50% van ons afval is bouw- en sloopafval. En ook op dat gebied kan de vastgoedsector en kan de bouw nog heel veel van de erfgoedsector en monumenten leren. Oude gebouwen immers worden niet rigoureus gesloopt. Hoewel de Utrecht, dat is wel een plaatje wat pijn doet ook om die reden. Er worden niet meer rigoureus. Daar wordt de sloophamer niet zomaar ingezet. Nee, die worden eerst geoogst. Urban mining noemen we dat. Met gebouwen als grondstoffenbank. Dat betekent dat nuttige en nog bruikbare bouwdelen, producten, halfmaterialen, noem maar op, eerst zorgvuldig worden verwijderd en dan worden opgeslagen, om vervolgens elders te worden hergebruikt. En pas dan gaat de sloophamer erin. En bij dat hergebruik worden veel bouwdelen in veel gevallen bovendien terugneembaar, reversibel, zoals het in de kunst heet, aangebracht of gemonteerd. En daarmee kan de levensduur niet alleen van gebouwen worden verlengd, maar kan ook de footprint, de milieu-impact, worden verkleind. En ook dat draagt bij aan klimaatmitigatie. Het scheelt ongeveer een kwart van de totale footprint van gebouwen door op deze manier materialen te hergebruiken. Een levensduurverlenging door renovatie scheelt. Meer dan de helft van die footprint. Voor de erfgoedsector en monumenten is dat al sinds lange tijd heel gewoon, deze benadering, maar voor de gewone commerciële vastgoedsector en de bouw daarentegen is dit compleet nieuw. Hier is alle hoop op gevestigd als het gaat om grondstoffen en materialen. Van wie ze het kunnen leren is nogmaals de wereld van erfgoed en monumenten. En interessant in deze. Een concreet Utrechts voorbeeld, wat ik hier wil noemen, is dat van Brokkenmakers. Ik weet niet of u het kent, maar ik vind het een steengoed initiatief. Misschien bent u via hun ook wel eigenaar geworden van een stukje van de dom. Dit zijn weliswaar de nieuwe bouwdelen bij de restauratie van de dom, maar u kunt de oude nog steeds kopen. Geen stukje, zo is het idee, mag verloren gaan, al dus de initiatiefnemers. Brokkenmakers zorgt ervoor dat alle ornamenten. Blokken en puin van de toren hoogwaardig worden hergebruikt voor circulaire projecten wel te verstaan in de openbare ruimte waarvan, waarvoor het publiek ideeën kan aandragen. En u kunt het ook nog gewoon kopen. Waarom dat lukt is dat het materiaal naast een economische waarde ook een sterk verhaal kent en uh, cultuurhistorisch en emotionele waarde heeft. Dat lukt je dus wel met materialen afkomstig van de dom die we daarvoor graag omarmen. Ja? Maar bijvoorbeeld niet, denk ik, als morgen het Utrechtse stadskantoor wordt afgebroken. Dat is omdat het ook hier weer gaat om erfgoed en monumenten en om de waarde die dat heeft en die wij er aan geven. Die waarde zit, zoals een van de hoofdwetten van de economie is, die zit niet in het object, die zit in het subject. Die waarde uh, brengt mij bij mijn laatste punt, als het gaat om duurzaamheid. Waar we mijns inziens dringend behoefte aan hebben, is een veel bredere benadering van duurzaamheid. Willen we mensen daarin meekrijgen? Zoals gezegd is duurzaamheid meer dan energie alleen. Veel meer. Ook in die bredere benadering kun je uh, die kun je dus vinden in het erfgoed. En een heel mooi voorbeeld daarvan is het erfgoedkompas. En dat is iets wat vanuit de... Uh, hoe zeg je dat? De erfgoedsector is ontwikkeld, onder andere voor Paleis Soesdijk. En wat nu langzaam maar zeker verspreid wordt in de wereld van het commercieel vastgoed. Dat is een heel praktisch instrument. In Utrecht, nota ontwikkeld, wil ik er even bij zeggen. Dat vooral professionals helpt, weliswaar, hè, die denken zo rationeel overwegingen te kunnen maken. om keuzes af te wegen op het gebied van duurzaamheid aan de hand van. Gewetensvragen geeft het kompas inzicht in het belang en de onderlinge afhankelijkheid van verschillende waarden. Niet alleen milieuwaarden voor klimaat en materialen die meetellen, maar ook als het gaat om maatschappelijke en economische waarden van gebouwen. En niet in de laatste plaats hun cultuurhistorische historische waarden. Dat lijkt een beetje voor wie zich ooit verdiept heeft in duurzaamheid op de donut van Kate Rayworth. Een boek wat de moeite van het lezen waard is overigens. Um, wat het daarbij doet is de consequenties van keuzes inzichtelijk maken. Sommige zaken kunnen elkaar immers tegenwerken, maar andere kunnen elkaar juist versterken. En daarbij gaat het erom dat je je bewust bent van de keuzes die je maakt, dat je daarover kunt verantwoorden. Good governance heet dat met een mooi woord. Ik sluit af. En ik sluit af met de... Wat voor mij nog steeds een anekdote is die ik ook op het erfgoed van toepassing vind, namelijk van Winston Churchill in de Tweede Wereldoorlog. En hij bestaat er in verschillende varianten. Ik heb hem als volgt opgeschreven. Geïnspireerd door het beroemde anekdote over Churchill in de Tweede Wereldoorlog, mag het gevecht over duurzaamheid en vooral de energieopgave, als je het mij vraagt, niet ten koste gaan van ons erfgoed en monumenten. Churchill's minister van Financiën, zo gaat het verhaal, maar sommigen zeggen dat een soldaat hem het verhaal heeft verteld, stelde voor om een deel van het kunstbezit van de staat te verkopen. Om zo de al maar stijgende kosten voor de oorlogsvoering te kunnen financieren. Churchill zou toen geantwoord hebben met zijn one-liner zoals we die van hem kennen. Then what are we fighting for? En dat is iets... Wat, duurzame, uh, wat verduurzaming en monumenten, mijns inziens, hard nodig heeft. Niet de energieopgave staat voorop, maar het erfgoed. En daarbij pleit ik er dus voor dat de erfgoedsector zich emancipeert, althans naar de vastgoedsector en de bouw toe. Dat ze niet zegt dat ze niet duurzaam is, omdat veel gebouwen niet energiezuinig zijn. Ik wil dat ze in haar kracht gaat staan, als voorbeeld gaat dienen voor anderen in de vastgoedsector in de bouw. Omdat ze namelijk één ding heeft, uh, voor heeft op al die andere gebouwen. Namelijk waarde voor de toekomst die stamt uit het verleden. Omdat het identiteit en betekenis niet alleen heeft, maar ook geeft. Bijvoorbeeld aan, de aan haar omgeving. Iets waar mensen zich mee verbonden en verantwoordelijk voor voelen. Waardoor ze het verleden willen meenemen naar de toekomst. Oude gebouwen die hebben dat. Zeker wanneer het om erfgoed gaat. En daarom is volgens mij de stelling niets is zo duurzaam als een monument verdedigbaar. Dat moeten we willen inzien, dat moeten we willen koesteren en daarvan moeten we willen leren, is mijn mening. Dat moeten we met elkaar willen delen, zoals ook Oud-Utrecht dat doet. En daarmee feliciteer ik Oud-Utrecht en dank ik u voor uw aandacht. Ja, Dank je wel, Bas en Dick. Uh, ik zou zeggen, kom maar gelijk even weer naar voren. Want uh, ik kijk ook even naar de tijd. Maar we hebben eigenlijk geen ruimte meer om nog een paar vragen te stellen. Dat kunt u dan misschien in afloop doen met een drankje in, in het café beneden. Ik denk in Potter. En, um, ik wil jullie dus heel erg bedanken. Allereerst, Dick, natuurlijk voor het overzicht van de afgelopen honderd jaar. wat Oud-Utrecht heeft betekend uh, voor de monumentenzorg. En ik denk dat Bas, uh, in ieder geval de Erfgoedcommissie van Oud-Utrecht, een grote opdracht heeft meegegeven hoe zij de komende honderd jaar uh, dit uh, moet gaan oppakken. En we gaan op we ga, ja, <laughs> we gaan er inderdaad op studeren. En uh, om jullie te bedanken: um, Bas had het al over een belangrijk symbool uh, in de stad met waarde. Die hebben wij ook iedere keer voor onze sprekers. Niet in een vorm van steen, maar in een vorm van een kaars. Dank jullie wel. Ja. Alsjeblieft, Dirk. Goed, uh, hiermee uh, sluiten we uh, dit uh, feestelijke Historisch Café af. Um, uh, niet voordat ik nog heel even kort heb gezegd wat wij uh, komende maand hier nog hebben. Wij zijn op 14 april met het Historisch Café hier weer terug. En dan is er een boekpresentatie van het Utrechts straatnamenboek. Uh, de samensteller, Erik Tiegelaar, die uh, komt vertellen over Utrechtse straatnamen. En het boek wordt dan ook gepresenteerd. En uh, juist ook hier, want het boek is uh, ook mede tot stand gekomen dankzij Oud-Utrecht. En uh, we hebben ook een lezing, die is toevallig komende maand twee dagen voor het historisch café, voor de verandering. Dus op 12 april, eh, woensdagavond in het Bartholomeus. En dan komt Marlies van Leeuwen langs met een verhaal van Beeldenstorm tot Frederburg's val. Dus Utrecht, eind 16e eeuw. Dank jullie wel voor jullie aandacht en voor jullie komst. We, ik hoop dat jullie allemaal weer veilig thuiskomen in de sneeuw. En graag tot de volgende keer.